Ik ben blij dat je voor de gelegenheid ook een ander kostuumles hebt aangedaan. Ja, het is eindelijk gelukt, zeg. Welkom bij Belpop Control. De vlog die normaal Belgische popnummers op hun waarheidsgehalte controleert, maar in het kader van de Maand van de Filosofie controleren popnummers op hun filosofisch gehalte. En daarvoor hebben we opnieuw een bijzondere centrale gast uitgenodigd, Jean-Paul van Mendegem. We hebben jou gevraagd om eens met een ander oog te kijken, ja, of te lezen in een tekst van Angel. Kende je Angel? Ja. Omdat ik lees graag kranten. Mm-hmm. En dus heb ik al heel wat gelezen. Gehoord minder. Hoewel, alles bij elkaar genomen, je krijgt toch in heel wat omstandigheden op zijn minst flarden te horen. Omdat je op TikTok zit waarschijnlijk. TikTok, dat is... Dat is zo op Ketnet en dan is het om 6 uur net voor het slapen gaan. N'existe pas sans son contraire. Ik had al meteen op de pauzeknop geduwd. Dat van, wow, dat is wel een sterke uitspraak om mee te starten. Want dat betekent dat je nu alle stelligheid al in vraag stelt. Hè? Als iemand zegt, zo is het. Dan zeg je, maar dat kan niet bestaan zonder dat er iets tegenover staat. Oké, de videoclip, de officiële videoclip heb ik wel bekeken. Omdat me dat ook altijd fascineert, hoe men dat in beeld brengt. En uiteraard, het beeld zegt ongelooflijk veel door die zotte tegenstelling van het strand aan de ene kant en Angel en Romeo is het, hè? Ja. In een skipak. Dat geeft al meteen, denk van, wow, mooi. Je hebt wel een tegenstelling, maar men ervaart de ene kant van de tegenstelling als ongepast. Namelijk, wat gaat je nu met de skis lopen doen op het strand? Tegelijkertijd drukken ze ook geen verbazing uit. Mm-hmm. Ze kijken niet naar elkaar zeggende, merde, on s'est trompé, quoi. Zo zouden ze dat doen. Die doen dat. Montagnes, la merde. Beseffen zij wel dat er een tegenstelling is? Of zijn het alleen maar de anderen die het zien als een tegenstelling? Dus oké, bij die eerste zin dacht ik al, wauw. Vond je het ook een sterk nummer, uiteindelijk? Eigenlijk wel. Ja. Omdat je krijgt, in zeker als ik het zo mag uitdrukken, je krijgt heel weinig cadeau. Andere songs gaan nu simpelweg zeggen, dat is het. Het is in die zin wel zoekwerk. Denk je dat jonge mensen die daar nu naar luisteren, dat die dat zoekwerk aangaan? Met andere zaken gebruik ik hetzelfde antwoord. Ik hoop het. Ik ben er zeker van dat een aantal jongeren moet aangesproken worden. Al was het maar ook door die confrontatie van aan de ene kant twee totaal verschillende persoonlijkheden. Angel aan de ene kant, Romeo aan de andere kant. Maar dan, en dat zullen de fans wel weten, neem ik aan, dat zij broer en zus zijn. Dus ook daar het idee van tegengesteld. Mm-hmm. Ze zijn elkaars tegengestelde, maar ze zijn ook verbonden. Mm-hmm. Maar in het refrein komt het eigenlijk altijd terug van... Om gelukkig te zijn, moeten we eigenlijk alles vergeten. Ja. Snijdt dat hout? Goh. Als ik een vergelijking mag maken, en om het eens op een zwaar filosofisch niveau te tillen, in de Tractatus Logico Philosophicus van Ludwig Wittgenstein, maar niet alleen daar staat het te lezen. Nu ben ik een beetje aan het stoeven met een kies. Maar daar staat het heel mooi verwoord. Alleen hij die niet in de tijd leeft, leeft eeuwig. Als je het breder gaat bekijken met het willen terugvinden van een toestand van onschuld. Hoe zegt Peter Handke dat zo mooi? Toen het kind nog een kind was, had het over niets een mening. Als je die ballast van dat geheugen even zou kunnen uitschakelen, dan komt je in een toestand van geluk die heel bijzonder is. Dat klinkt heel eenvoudig, maar volgens mij is het dat niet helemaal. Ja, dat heeft mij enorm getroffen. Nu moet ik zien dat ik niet overdrijf en geen zware woorden begin te gebruiken als het drama van onze tijd of zoiets. Dat ga ik nu echt niet doen. Maar je voelt wel dat daar een combinatie zit van... aan de ene kant, waar heb je controle over?
En wat ontgaat jou? Of bij uitbreiding, wat onderga je? Terwijl hier zeggen, ja, niet vergeten, om gelukkig te zijn, je kunt dat ook willen. Dat deed mij spontaan denken aan dat prachtige cabaretlied van Brigitte Kaandorp, de Nederlandse cabaretière. Een heel zwaar leven. Ik heb een heel zwaar leven. En dan hoort je de banaliteit van wat haar leven zo zwaar maakt. En daar heb je, als je zo iemand meemaakt, heb je de neiging toch om te zeggen, maar mens, je kunt daar wel iets aan doen. En zeg. Maar de vraag is, het een oproep om in herinnering te brengen? Van, vergeet niet, hè, je kunt er wel zelf iets aan doen. Hè? Of is het eerder een oproep? Mensen, het ligt in uw handen. Maar ik neem aan dat er heel veel andere uitleggen mogelijk zijn. Ik blijf vooral bij de uitleg Jean-Paul van Mendigen. Dat is nu voor mij de maatstaf. Ik sluit me daar gewoon bij aan. Ja.